Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zit in de auto en het is heel vroeg, het is 8 uur. Heel vroeg. De planning was eigenlijk om 3 uur te strekken, maar hey, jongens. Kijk, weet je wat het is? Soms lopen dingen gewoon helemaal niet zoals gepland, hè? Ja. Vooral met mij niet. Ja, ik heb hier helemaal opvliegers, dus ik ben heel zomers gekleed vandaag. Let vooral niet op mijn outfit. Let helemaal niet op mijn hele hoofd eigenlijk vandaag. Maar it's fine. Pull up, waar gaan we heen? Naar Parijs. We gaan naar Parijs samen en we gaan shooten. Yay! Badman out and stunting. Kyle M tick like dumpling. Girl with big body jumping. It's a motherfucking yeah, nigga, it's still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg. Soulja Boy. Okay. Yeah, I got this new damn for y'all called Soulja Boy. Okay. Yeah, yeah. Okay, okay. Zodat je weet dat wij echt twee gekken zijn. Deze is koude pasta aan het eten. Zij zegt tegen mij, ik heb meal preps. Ja, ik heb ook nog deze. Ze heeft ook nog deze. Oeh. Oh, kijk uit. Oh jee. Bevroren. Nee, het is niet bevroren. Oh, het was bevroren. Het is koud. Ah. Ik had het in de koelkast bewaard al. Wat goed. Nou, het is niet meer bevroren. Dat was het eerst. Het was bevroren. En dit was ook eerst bevroren pasta. Dit is ontdooid. Dus ze is nu ontdooid de pasta aan het eten. En ik ben... Ja, kijk naar haar dan. Een broodje kipfilet aan het eten. Met chips erin. Dat is zo lekker. Maar niet zomaar een chips. Promo. Nee, absoluut niet geen promo. Maar dit is gewoon, deze is gewoon lekker. Eerlijk, wie doet dat ook? Maar dit klinkt heel vies. Bevroren pasta, maar het is gewoon normaal. Ik weet, nou, weet je wat? Ik denk dat de kijker thuis denkt. Ik weet niet wat smeriger is. Ja. Haar ontdooide pasta. Of haar smerige broodje kipfilet met chips. Dit is echt... Dit doe je gewoon met meal prepping, toch? De mensen die kijken en die echte foodies zijn... Die gaan me haten. Die gaan echt ons nooit meer waarderen. Hey,
tanık emektir. Erik tanık emektir. Aman basmaya gelmez. Haydi basmaya. Aangekomen bij de moskee. En hier hebben we gezien dat je hele mooie foto's kan maken. En het ziet er al prachtig uit überhaupt vanaf buiten. Nou, dames en heren, we hebben de moskee gevonden. Dit is verplicht. Maar ik doe hem even af. Hoe mooi is dit? Ik krijg gewoon echt het gevoel alsof ik in Marokko ben. Oh, ik word hier zo gelukkig van. Kijk hoe mooi dit is. Prachtig, prachtig, prachtig. Nou, het is zo mooi hier, dames en heren. Het is echt het gevoel van Marokko. Alsof je ergens in Fes een moskee binnenloopt. Ze hebben natuurlijk op de grond nu allemaal van die dingen in verband met corona. En ja, het is gewoon prachtig. I love it. En wij zijn echt helemaal niet gewend aan die mondkapjes. Ik wil het echt niet dragen. Maar goed. Het is echt vreselijk. It is what it is. Ik ga hem gewoon zo vasthouden. Dat is toch prima. Dit is dus, hoe heet het hier? De Grand Mosque. Ja. Dit is dus de Grand Mosque van Parijs. Het ligt volgens mij net buiten echt het centrum. Maar ja, het is gewoon natuurlijk een moskee. Dus het is gewoon gratis toegang. Wil jullie afvragen wat wij doen in Parijs? Wij gaan gewoon naar restaurants doen. Dan gaan wij gewoon, onze jurken stomen. Dat is wat wij doen. Nou, meid. Is het prima nu? Nee, moet nog aan die kant, ja. En achter de zijkant. Ja, achter de zijkant. Goed. Yes. We bite here? No, this one, we are from Amsterdam. Amsterdam? Yeah. Oh, yes. But Paris is nice with the dress. We love Paris. It's her first time. Yes, my first time in Paris. Okay. But we want to wear it in the mosque. This one is in the mosque. It's nice. Uh-huh. Good. Je vlog staat nog aan, schat. Oh. Hey, schat. Hey, oh, oh shit. Het gaat helemaal mis hier. Het gaat echt helemaal mis hier. Hoor. Het gaat helemaal fout in. Die man denkt dat ik nog niet getrouwd ben. Hartstikke gezellig. En hij denkt dat dit haar trouwjurk is. Hij denkt dat dit mijn trouwjurk is. Nou, als dit mijn trouwjurk was, dan... Dan ging er iets niet goed, hè? Dan weet ik niet wat hij zou vinden van mijn echte trouwjurk. Zij vindt het heel spannend wat ik heb besteld. Ja. We zijn namelijk bij een Tunesisch restaurant. En dit is het menu. En ik heb dit voor haar besteld. Precies dit. Kan je het lezen? Onderaan, tweede. Brik. Dat is hem. En het is een heel erg lekker Tunesisch gerecht. Ik laat me verrassen. Ah, ik ben heel benieuwd. Even verrassen. Nou, La La Rosa. Uitspraak! Kijk, echt zo zitten vandaag. Echt, die kinderen zijn... Gaan we zo zwaaien, zo. Gezichtloos. Deze chick zegt gewoon, we gaan eerst naar de beste restaurant binnen. En we gaan vragen of ze, onze jurk mogen stomen. Ben je serieus? Ja. Het heeft gewerkt, want... Dus eerst wilden we de wc van hen gebruiken, zonder hier iets te eten en te drinken. En daarna wil je met dit stoomding. Ik heb je leven gered, hoor, met die jurk stomen. Laat dat ding zien. Hiermee zitten we bij een restaurant. Trouwens, even serieus, dit is echt geen reclame, dat ding is echt goed. Het komt van de Action. Al die kreukels waren er binnen 0,3 seconden uit, hè? Ja, serieus. Eerlijk, hoe leuk is dit? Aslam, Allah, ilah. Nou, wij hebben dus briek besteld. Want dat is dus een heel erg typisch Tunesisch gerecht. Zij heeft briek met vlees. En ik heb briek met tonijn. En dit heeft mijn Tunesische vriendin mij ooit voor het eerst laten eten. Shukran.
En het was echt zo lekker. Dus nu ben ik echt benieuwd of dit net zo lekker smaakt of niet. Maar hier hoort wel wat pittigheid bij trouwens. Hou je van pittigheid? Ja. Dan moet hij dat wel eventjes voor ons halen. Briek. Van? Het is echt lekker. Ja? Ja, het is echt heel lekker. Zie je wel? I told you so. Eerste keer Briek Tunesisch eten. Yay! En eerste keer Parijs. En eerste keer Parijs. Nou, je krijgt echt de full experience. Ja, ze dacht, ik kom naar Parijs, lekker chiqui doen, alles dit, dat. Eindstand. Eindigen we in een achterstandswijk. Ik word erg in de ghetto. Ghetto, we moeten de hele tijd omkijken of er niet wat ingebroken in onze auto. Ja, we zitten op gele stoelen, maar voor de rest, hè? Maakt niet uit. Doodlachen. Het enige wat ik hier aan het doen ben is aan het vragen om wat meer harissa. Jongens, we zijn in het hotel aangekomen. We hebben echt laatste minuut gisteravond een hotel geboekt. En het is letterlijk 1-1. Alles is uitgestald. En we wilden dus heel graag een balkonnetje. Nou, wat zal ik jullie zeggen? Het is gelukt hoor. Ja, wij hebben zeker een balkonnetje. Ja. Hier kunnen we zeker heel veel mee. Precies, helemaal niks. Perfect zit bij mij. Oh, wat cute. Ze heeft de turban op, dames en heren. Ik laat jullie ook even ondertussen de badkamer zien. Oh, ik ben natuurlijk weer half omgekleed. Dit is de badkamer. Heel tiny, but cute, but tiny, but cute. But tiny, but cute. ja. Klein wasbakje. En that's it. Nou, we hebben onszelf weer bij elkaar geraapt. Ongekleed en al. En we zijn een andere locatie gaan opzoeken hier in Parijs. Waar ze echt een hele mooie... achtige... Ja, wat is het? Galerij, binnentuinachtig iets hebben. Ik weet ook niet. Maar goed, we reden er net langs en... Het zag er vanaf hier heel mooi uit. We hebben altijd, als we iets zien, dan zien we het tegelijk. Denken we... Zo van, stop, pak je in. Oké, jullie zijn hier echt niet klaar voor. Heb jij mij geflasht? Nee. Heb jij mij geflasht? Jij zei tegen mij dat we naar een galerij gingen. Ja, ik dat dacht ik ook. Dacht je dat? Ja. Maar je wist niet dat het deze plek was? Nou, deze chick is echt zo fucking grappig. Ik Zij zegt de hele dag tegen mij, we gaan naar een mall. Binnen in die mall is het zo mooi en dit en dat. We moeten snel doen. Eindstand heeft ze me gewoon mee naar deze plek hier, waar iedereen foto's maakt. Weet ik veel, joh. Oh, het is zo mooi hier. We zijn daar nog op de planning voor vandaag, dus... Ja! Inderdaad. Het komt wel goed. Het komt wel goed uit. Oh, mooi dit. Moet je kijken. Shit, man. Nou, hoe heet het hier? Galerie Vivienne. Galerie Vivienne. Dit is dus een van de plekken waar je echt naartoe moet komen om een foto te maken. Het heet Galerie Vivienne. That's it. Man, man, man. Wat een fotografie hebben we hier toch. Kom kijken. Kijk hoe mooi dit is. Oh, dit ga je zo mooi vinden. Kijk. Oh my god, mensen. We hebben zulke veel mooie foto's gemaakt hier al. We gaan nu eventjes... zelf ontspannen. Ja, de zelf ontspanner aandoen. Om een fotootje te maken. Komt ie, hè? Nagels. Kom, ren. Staan we erin? Ren. Oh, we staan erop. Onze voeten. Dat was hem alweer, jongens. Kijken. Hoe zag je eruit? Even... Oh shit, wacht even. Oké, we doen hem... Oh, mooi meid. Oké, we doen hem eventjes... Kom naar voren. Zo. Mij stond dit wel. Kijken. Ik ga... Wat een teletubbie komt heb ik.
Even serieus, die kont. De hel. Ja, je moet ze wel even die foto laten zien. Ik denk dat ze het wel willen zien. Ja, ja deze ze foto hebben zelf gezien hoe ik met mijn kont daar in die lucht stond. Dit is de situation, dat kan toch niet? Ik wist niet dat hij er zo heftig op stond. Oh, hoor. Ik ga echt helemaal stuk. Die mag het daglicht niet gezien worden. Nou, daar zitten we dan. We zijn geëindigd bij een restaurantje in Parijs, dat heet Zino. Ik heb hier eerder gegeten met mijn vriendin. En ik had toen wel lekker gegeten. En ik dacht, dit keer kom ik hier terug met Fleur. En we hebben het koud. Ja, ze hebben ons dekentjes. Ja, we hebben dekentjes om, omdat het gewoon best wel, gewoon best wel fris is. En we wilden per se buiten zitten, want het is gewoon heel gezellig hier buiten. Heel veel mensen zitten hier buiten. Maar ja, dan moet je gewoon eventjes een dekentje om. Het zit ergens in richting het centrum, volgens mij niet in het centrum zelf. En ja, het schijnt gewoon echt een hele leuke, gezellige, bekende plek te zijn. I have no idea. So let's see. Ik kan niet wachten om jullie ons eten te laten zien. Want in ieder geval op het menu zag het er heel lekker uit. Klonk heel lekker. Maar of dat het ook is in het echt, I don't know. Let's see. Nou, kijk eens jongens. Ravioli in een truffelsausje. En een kippasta. Er komt nog even lekker wat tartuffel bij. Truffel bedoel ik. Tartuffel? Tartufo. Oh, tartufo. Oh, oké. Heerlijk. Thank you so much. Merci. Nou, schat. Hier heb je je truffel. Een soort van public holiday. Want moet je even kijken naar de drukte, jongens. Nou, iedereen is ready voor die vuurwerk, hoor. Heftig. Nou, goedemorgen dames en heren, Sbah el Khair. Het is donderdag. Wat voor dag is het vandaag? Woensdag. Oh, we hebben echt lekker geslapen. We lagen vroeg in bed, we waren helemaal kapot. Fleur had namelijk op maandag gewoon een bruiloft gedraaid. En ze was echt vet laat thuis. En ja, we waren natuurlijk heel vroeg vertrokken naar Parijs. Dus dat was wel... eventjes een dingetje gisteren. Maar goed, we hebben hele leuke foto's gemaakt. En we hebben gesightseeing. En het was gewoon hartstikke gezellig. En nu is het 9:30. Kort of 9. En we gaan vandaag weer terug naar Nederland. We gaan onze spullen inpakken. En dan gaan we zometeen nog eventjes richting de Eiffeltoren. Wat gisteren is gebeurd is dat we heel graag in de avond naar de Eiffeltoren wilden gaan. Maar het was 14 juli. En het was een nationale feestdag hier in Parijs met vuurwerk en zo. En dat wisten we echt last minute, want we zaten helemaal vast in de stad. We kwamen er echt niet meer uit met de auto. Dus we hebben ook wel echt een dag uitgekozen om naar Parijs te gaan, zeg maar. Dus we hebben niet veel kunnen zien, want alles was afgesloten. En de stad was zo druk met mensen, dat we maar gewoon hadden besloten om naar huis te gaan. En ja, het vandaag maar weer te proberen. We gaan eventjes op zoek naar een ontbijtje of we ergens een lekker ontbijtje kunnen scoren. Dan gaan we naar de Louvre en naar de Eiffeltoren. En dan is het weer tijd om lekker naar Amsterdam toe te rijden. Ik wilde jullie eventjes een hele speciale actie laten zien die wij afgelopen nacht hebben uitgevoerd voor deze kast. Wil je hier iets over vertellen, Fleur? Nou ja, het ging een beetje... Kijk, die kast gaat niet helemaal dicht, dus hij gaat... klikken met licht. Dus wij moesten helemaal inbouwsessies doen om dit licht weg te krijgen, want we kunnen niet slapen met licht. Dus dit is er gebeurd. Dus uiteindelijk heb ik maar met mijn kapje heb ik soort van de deur strak getrokken, want kijk, er zit gewoon een opening hier en daar komt licht doorheen. Dus ja, we zijn gewoon echt heel creatief bezig geweest, want kijk eens, zodra ik dit zeg maar weer lostrek, dan gaat het licht aan, zie je? Oh, vreselijk jongen, wat vreselijk. Die kast heeft ons echt parren gemaakt afgelopen nacht.
Maar goed, ik ga opstaan. Getting ready for the day. En dan neem ik jullie zo meteen weer mee naar Paris. Paris, Paris, Paris. Parkeerplek gevonden na 100 jaar eindelijk. En we zouden naar een plekje gaan wat Fleur eigenlijk had uitgekozen. Het heette Holy Belly. Maar goed, het was zo druk daar en er was een lange rij. Dus we hebben maar besloten om ergens anders te eten. En ik heb hier eerder gegeten bij Republic of Coffee. En ik heb een French toast besteld. Gemaakt van brioche en suiker. Lekker. En Fleur heeft eitjes. Eitjes. Zij gaat voor een gezonde variant. Ja, ik wilde dit heel graag proeven, want het is echt super Frans. Wat een star, jeetje. Wat een chaos hier allemaal. Nou ja, goed, we gaan het eventjes uitproberen. Now, shoot location number 2. Tada! Ja, La Tour de Fan! En zij heeft een heel mooi roze jurkje aan dat hier helemaal perfect bij past. Love it! Love it! Nou jongens, we zijn inmiddels alweer helemaal ready en klaar met de shoot. Omgekleed en al. Ik heb weer eventjes een leuk sjaaltje opgegooid. En ja, ik vind dat Fleur best wel verrast was toen zij de Eiffeltoren voor het eerst zag. Ja. Wat vind je er nou eigenlijk van? Nou, eigenlijk is het helemaal niet zo bijzonder. Gewoon een groot ding. En van veraf ziet het er super mooi uit, maar hoe dichterbij je komt, denk je echt van, wat ben ik in de Efteling met al die achtbanen? Lijkt gewoon allemaal rails van achtbanen door elkaar. Ja. Ben ik nou gek? Nee, er is helemaal niks aan. Nee. Letterlijk niet. Nee, nou. Echt één overhyped iets. Maar goed, het staat mooi op de foto's van ver. Ja, we hebben van veraf wat leuke streetstyle foto's gemaakt. Ja. Wel heel cute. En that's it eigenlijk. Ja. Dat was het. Dus, de foto's terug. Komen binnenkort online. De foto's hier met de Eiffeltoren zijn wel met telefoon gemaakt. Ja. Puur omdat de stand van de zon nu niet zo goed is met de camera. Maar ze zijn dus nog heel leuk. Very nice. Dus check onze Instagrams. Ik zal Fleur haar Instagram hier droppen. Oh. Check it out. Oh, wacht even, die is privé. Ja, ik zal je zakelijke Instagram. Ik ga jouw zakelijke er even ingooien. Ik ga jouw zakelijke Instagram er even ingooien. En die vindt mij, ja, jullie weten hè. Gewoon eventjes kijken. You know the drill. Show me some love. Love. Voordat wij natuurlijk Parijs verlaten, moeten we het wel goed afsluiten. En dat doe je op één manier. Five guys. Deze frietjes zijn zo lekker, mensen. Echt, ik zweer het. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ketchup erbij, frietjes. Dit is totaal niet eigenlijk wat ik hoor te eten. Want jullie weten, ik ben natuurlijk op een heel streng en strak dieet. De afgelopen dagen heb ik echt onzin gegeten. Ik moet echt normaal gaan doen. Maar ik heb echt zo'n harde craving. Ik hou van fastfood.